Is de aanpak van jihadistische radicalisering in Arnhem een succesverhaal? Burgemeester Ahmed Marcouch vindt van wel, maar uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat daar de nodige kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Het complete plaatje, dat krijg je gewoon heel moeilijk in beeld. Omdat er ook zoveel geheim is. Ja, je weet niet, je kunt niet op alles zicht krijgen. Dus dat is een belangrijke nuance. Maar de kritiek is inderdaad wel flink. En deskundigen zeggen, oké, daar zou de gemeente wel zeker iets mee moeten. Mm-hmm. Maar er is ook zeker iets positiefs te melden. De mensen die we hebben gesproken, die zijn over het algemeen wel positief over de repressieve aanpak. Hè? Dus de aanpak om te voorkomen dat er daadwerkelijk aanslagen worden gepleegd. Ja. Mm-hmm. Daarover zeggen ze van ja, de gemeente zit daar wel goed bovenop. Hè? Kijkend ook naar de arrestaties eind september. Mm-hmm. Dus dat geeft die betrokkenen een goed gevoel. En ze zeggen ook ja, de trainingen die wij hebben gevolgd, want sommige mensen hebben een training gevolgd over hoe je bijvoorbeeld radicalisering kan herkennen. Dat waren goede trainingen, daar konden we ook iets mee. Ja. Dus er zijn ook zeker positieve signalen. Dus Het gaat niet alleen maar slecht, maar er is wel volgens mij werk aan de winkel. De gemeente zegt dat eerder 3/4 van het budget tegen radicalisering naar repressie ging. Nu zou dat nog maar de helft zijn. Veel van de activiteiten zijn geheim, ook voor onder meer het jongerenwerk.